Het buitengewoon congres van de coördinatie van inheemse organisaties van het Amazone stroomgebied, de COICA, is gisteren na de verkiezing voor een nieuw bestuur afgesloten. Het land dat de COICA de komende 4 jaar zal gaan leiden is Ecuador. Tijdens de verkiezing werd er gestemd welk land belast is met de algehele en vieze coördinatie, internationale betrekkingen en samenwerking, gebieden en natuurlijke hulpbronnen, klimaatverandering en biodiversiteit, onderwijs, wetenschap en technologie, communicatie en gezondheid, vrouw en gezin en politiek en mensenrechten. Siricho Aluma, voorzitter van de organisatie van inheemsen in Suriname, de OIS, die Suriname vertegenwoordigde, vertelde wat het besluit is geworden van de verkiezing. We hebben de verkiezing gehad, uiteindelijk. We zijn blij. Suriname heeft dan gekozen voor 1, klimaatverandering. En 2, en dat is communicatie en gezondheid. Dus we hebben 2 coördinaties. We moesten het zo doen omdat we de coördinaties niet open kunnen laten om eigenlijk geaccepteerd te worden. Bij de volgende vergaderingen van de presidenten van de organisaties en ook de coördinatoren zullen wel besloten worden om met de overige landen samenwerking nog natuurlijk te hebben. Dus we zijn blij. Het is zover. We kunnen onze documenten dus nu officieel laten erkennen door de overheid van Ecuador, want daar is onze hoofdkwartier en daar gaat onze resolutie naartoe gestuurd worden. Ook naar hier natuurlijk, maar dat is meer voor de, zodat de overheid weet wie het nieuw bestuur is van COICA. De COICA wordt nu voorgezeten door Ecuador, gevolgd door Brazilië als ondervoorzitter. Bolivia heeft 2 coördinaties, te weten over vrouw en gezin en gebieden en natuurlijke hulpbronnen. Guyana heeft de coördinatie van internationale betrekkingen en samenwerking. Frans-Guyana heeft de coördinatie over politiek en mensenrechten. Dit zijn de 6 landen die aanwezig waren op de verkiezing. Het neemt zeker 2 tot 3 maanden voordat de documenten helemaal gelegaliseerd is daar in het systeem, overheidssysteem van Ecuador. En de eerste vergadering moet dan gebeuren, dus dat is volgend jaar. Als dat gebeurt, moeten we naar COICA en daar beslissen wij. Dus dan als wij nu daar gaan resideren of we kunnen gewoon overal van elk land, van elk land werken. Het is geschiedenis dat we gemaakt hebben, want ook dit belangrijk is dat er meer vrouwencoördinaties eigenlijk binnen de COICA zijn. Maar is het dan ook voor het eerst dat Suriname deelneemt binnen de COICA? Nee, de OIS is al waarschijnlijk 25 jaar lid. Maar het was al door de grote posities, noem maar op, de projecten waren altijd in de Spaans sprekende landen. Jammer dus dat het zo ging. Maar nu, vandaar dus dat deze nieuwe directie eigenlijk besloten heeft om de kleine landen ook erkenning te geven. En een beetje in de spotlight zetten. En dat is nu gebeurd. Dus, en de bedoeling is dus dat dit eigenlijk doorbleef. Dus niet alleen naar de Guyana's nogmaals, maar een beetje meer naar de Guyana's. Het vicevoorzitterschap van de COICA wordt voorgezeten door Brazilië. En het is ook voor het eerst in de geschiedenis van de COICA dat er een vrouw in de top zit van de organisatie.